Ik had een barstende hoofdpijn door die penicillinekuur die ik nog moet slikken. Dat zal nog wel even zo blijven. De droger aangeschakeld, dus ja, dat moet ook gedaan worden. Want dat gaat niet uit zichzelf. Nee, helaas niet. De meisjes doen dat ook niet en ik heb ook geen kaboutertjes die dat doen. Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, daar zijn jullie weer bij mij aanbeland. En het is vandaag alweer zaterdag, ook dat nog. De hoeveelste? Kijk op mijn loodje zien, de hoeveelste. De 1e oktober alweer. Ja, wat gaat het hard, hè? Maar dan moet ik eerst eventjes de rest erbij halen. Hey, dames, rustig. Even een moment geduld, lieve vrienden. Zo, het is vandaag dus de 1e van de 10e alweer. Ja, wat gaat het hard. We leven om 4:06 alweer. Ja, en ik ga de meisjes zo even uitlaten, want ze zijn wel in de tuin geweest. Maar ik had weer barstende hoofdpijn door die penicillinekuur die ik nog moet slikken. Dat zal nog wel even zo blijven. Dus dan ben je niet vooruit te branden en ik ben er net even met de was bezig geweest en de droger aangeschakeld, dus ja, dat moet ook gedaan worden, want dat gaat niet uit zichzelf. Nee, helaas niet. De meisjes doen dat ook niet en ik heb ook geen kaboutertjes die dat doen. Misschien jullie wel, maar ik niet. Dus ja, dat dus allemaal. En ik heb vannacht ook behoorlijk slecht geslapen, ook dat nog eens. Ik kon de slaap niet vatten en ik denk, nou, ik ga even op mijn telefoon hangen. Zie ik een appje van Karin. Ik denk, hey, oké. Dus ik open dat, was het haar waar zij op dat moment vertoeft. Wat ik niet wist, dat ze in Den Helder was. Dus ja, die ging weer Den Helder uit. Ik heb ook heel even gebeld. Ik zei, ik wist niet eens dat je in Den Helder was. Nee, dat was ook onverwacht. Oké. Okay. Ze was dus weer op de terugweg bezig. En helemaal goed, helemaal leuk. Die zal misschien nog ook wel op bed leggen of er ook net eruit zijn, dat weet ik niet. En dat is ook niet belangrijk. Ik krijg er wat van. Dat moet toch mijn schone zoon nog eens even naar kijken. Ik daar niks van snappen. Ik krijg allemaal kaartjes waar ik niks van snap. Ja. Maar in ieder geval, we gaan er gewoon er tegen. Dat heeft ook vandaag iedere keer aan het regenen geweest. Dat heb ik wel gehoord. En het waait ook hard. Maar nu schijnt af en toe de zon. En het is droog. En ik heb net op de buienradar gekeken. Het heeft er net wel een klein buitje geweest. Maar die is alweer voorbij. En nou, weet ik veel hoe laat dat zal wezen. Om 18 uur begint het weer. Nou ja, dan ben ik wel weer allang al terug. Dat duurt nog wel een tijdje. Dus ja, ik ga lekker even met meisjes uit. Eventjes aan de wandel. Ja, ik zal hem even aanlaten op slot. En ik moet hier ook nodig eigenlijk aan de gang. En ik heb van de week maar één keer hulp gehad van Claudia. Vrijdag zou ze komen, maar ze was ziek thuis gekomen bij een andere cliënt vandaan. En dan zou ze of vandaag of maandag bij me komen. Nou, ze is nog niet in orde. Dus ik heb haar vanmiddag ook even geappt en toen lag ze ook nog steeds op de bed. Dus ja, ik weet het niet. Ik hoop toch dat ze maandag wel komt. Want ik kan niet zo lang zonder, verdorie. En anders dan is het korte met haar. Dan kom jij maar in om in te vallen en dan moet ik een ander hebben, want dit gaat zo niet hoor. Nee. Mijn hemel, ik moet 2 keer in de week hulp hebben en niet 1 keer in de week. Simpel. Ik zal ook met de organisatie gaan praten, want dit gaat zo gewoon niet. Ik ga eerst met haarzelf en dan ga ik met de organisatie. Simpel, ik moet 2 keer in de week hulp hebben. Niet minder,
maar twee keer. Kan ze niet, omdat zij ziek is, moet ik een invalster hebben. Maar zij is meer ziek dan dat zij werkt. Dus ja, ik weet het niet hoor. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook gewoon weer met ons mee. Keep on moving on.